Hubert Bruls is 10 jaar burgemeester van Nijmegen. Stadspartij Nijmegen is dé grote winnaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En de Vierdaagse wordt een Driedaagse. Ja, en koning Willem-Alexander wordt uitgejouwd tijdens een bezoek aan het Radboud UMC. Honderden motoren verzamelen zich voor de zieke Jamie. En komt er nou wel of niet een rail terminal in Overbetuwe? Je kijkt naar het RN7 Regio Nieuws jaaroverzicht van 2022. Het jaar 2022 zit er alweer op. Een jaar waarin weer veel is gebeurd, ook in onze regio. Zo was het dit jaar waarin we afscheid namen van de laatste coronamaatregelen. Het jaar dat de 104e Vierdaagse eindelijk kon doorgaan. En het jaar van uiteenlopend verzet tegen overheidsplannen. We mochten dit jaar weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We waren even bang voor de apenpokken en die Vierdaagse. Dat was trouwens een Driedaagse. Een bewogen jaar dus, dat we in dit overzicht in vogelvlucht met je zullen doornemen. Per maand belichten we een bijzondere reportage en lopen we door de hoogtepunten van die periode. Te beginnen met januari. Januari begint zoals januari eigenlijk altijd begint. Ondanks een verbod was er het nodige vuurwerk te zien. En meteen leidde de discussie weer op of het verbod moet blijven of niet. Ja, op zichzelf ben ik sowieso al anti-vuurwerk. Ik wens u allen een veilig, gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Na de gebruikelijke nieuwjaarsspeeches ging januari dan echt van start. Het was, zoals wel vaker, de maand van het hoge water in de rivieren. De maand waarin de zandwinning bij Winsen voor problemen begon te zorgen. Nu al klagen omwonenden over geluidsoverlast. Maar ook de maand van komen en gaan. Zo komt er een proef met een stationschef. De lijn 6, Dukenburg, staat op perron 11. Er komen na 3 maanden alweer aanpassingen aan de vernieuwde Graafseweg. Nu worden op sommige plekken die stoepranden dus vervangen. Er komt weer een buurtsuper in Bergharen. En de vluchtelingen op Heumensoord, ja, die gaan juist weer weg. Dit is de locatie waar afgelopen maanden 1000 Afghaanse mensen verbleven. Maar bovenal, er komen versoepelingen op de coronaregels. Horeca en theaters mogen eindelijk weer open. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik heb het enorm gemist na 5 weken afwezigheid in de horeca. Nou, fantastisch. Heel bevrijdend om nu hier in de kroeg te kunnen zijn. Wat ik het meest heb gemist is gewoon de mensen. Het is gewoon heel leuk om weer met zoveel mensen bij elkaar te zijn. Ja, meteen al een bewogen maand dus, zo aan het begin van 2022. Naast alle perikelen werd er ook mooi werk verricht. Zo maakten we in januari een reportage over Signy zoekhonden. Ja, op 20 januari troffen hulpverleners in de Wouwhaven een auto aan met daarin het lichaam van de 59-jarige vrouw uit Nijmegen. De vrouw werd toen al een kleine maand vermist en uiteindelijk zijn de vrouw en de auto gevonden door Signy zoekhonden. De vermissing hebben wij in de media gevolgd eigenlijk. En op een gegeven moment hebben we gezegd van god, misschien dat wij iets kunnen betekenen. Dan zijn we eigenlijk gewoon zelfstandig op zoek gegaan. Ook met deze boot. Signy Zoekhonden is opgericht in 2004 en heeft als doel om vermiste personen op te sporen met behulp van boten, drones en zoekhonden. Maar hoe gaat het opsporen van een auto en lichamen in het water in zijn werk? Wij gaan mee met vrijwilliger Roger van Zon. Ja, vandaag gaan we kijken naar of de hond reageert nog op auto's die we eerder gezien hebben. Dus we zullen met de boot daar langs gaan varen en dan gaan we kijken wat de hond doet. Normaal gesproken is de hond opgeleid om te gaan kijken op water, boven het water geur te pakken. En als hij geur pakt, dan zul je hem enthousiaster zien worden. En op een gegeven moment, als de hond de geur uitgewerkt heeft, op het sterkste punt zal die springen. De hond duikt in het water en ontdekt een auto. Onduidelijk is nog of er stoffelijke resten in het voertuig zitten. Signy lokaliseert de omgeving, maar hoe nu verder? Dit is een vaarwater, dus je kunt hier niet zomaar gaan duiken. Dus dan worden er in feite beroepsduikers ingeschakeld. Dat wordt dan gepland met Rijkswaterstaat en in overleg met politie. Er worden die auto's afgedoken om te kijken, ja, is dat een vermiste of missen we die auto? En wat vaker voorkomt is ook dat het gewoon dumpauto's zijn bijvoorbeeld. Ja, daar zitten gelukkig dan nog geen mensen in. Maar die, Het is er natuurlijk ook een verdrietige kant aan. Ja. Hoe schakelt u daartussen?
Ja, kijk, als je te maken krijgt met vermissingen en dergelijke, dat blijft altijd een heel verdrietige kant voor de familie natuurlijk. Als je aan de andere kant iets kunt betekenen voor de mensen, hè, of om te blijven zoeken, of om toch een uitsluitsel uiteindelijk te kunnen geven waar een persoon is gebleven, dan heeft dat ook wel weer iets moois. Hoe verdrietig de situatie eromheen ook is natuurlijk. Ja. Februari leek op het eerste gezicht een maand van tegenslag en achteruitgang. Zo laaide het aantal coronabesmettingen weer op. Het regent besmettingen en het aantal coronagevallen neemt toe. We gingen om die reden ook massaal de boosterprik halen. Omdat ze me dwingen, de kinderen, de kleinkinderen, maar het is wel de allerlaatste. En dan niet meer. En zorgde dit voor leerachterstanden op basisscholen. Leerkrachten zijn ziek thuis, er is geen vervanging te krijgen. De bekende boekhandel in Wijchen verdween. De zandvinding bij Winsen werd nog verder opgevoerd. En een groep meiden kwam in actie tegen straatintimidatie. Gisteren nog werd ik aangekeken en werd er eigenlijk met een tong naar me bewogen op een redelijk seksuele manier. Gelukkig was er ook liefde, want de 14e werd er natuurlijk volop stilgestaan bij Valentijnsdag. Ik vind het gewoon heel mooi, maar ik vind dat liefde is voor iedereen. Dus ik denk dat we elke dag gewoon een beetje Valentijn moeten vieren, toch? Tot slot werd er stilgestaan bij de oorlog. Natuurlijk, zoals ieder jaar bij het bombardement op Nijmegen. Waarbij 24 jonge kinderen en 8 zusters die hier les gaven hun leven verloren. Maar ook bij de oorlog die in februari is begonnen. Poetin bouwt het wel op en je kunt er bijna op wachten op een of ander incident. En zeker sinds het begin van de week met die malle herkenning van die twee deelrepublieken en die opbouw. Maar ja, als het gebeurt is het toch wel heftig. Hè. We zijn dat toch echt niet meer zo gewoon sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tot een ander land zo een land inval. We hebben natuurlijk de Joegoslavië-burgeroorlog gehad. Dat was ook al vreselijk. Maar tot hier nu het ene land het andere land zo probeert te overvallen en binnen te pikken. Ja, echt vreselijk. Om de maand toch positief af te sluiten, gaan we nog even terug naar Valentijnsdag. In de volgende reportage bezoeken we een zorgcentrum in Aldersteeg. Ja, en ik ben daartoe geweest en ik heb toen een bosje rozen meegenomen voor de bewoners daar. En dan was het niet de bedoeling dat de bewoners de rozen in de vaas gingen zetten, maar juist om uit te delen aan andere mensen die ze lief hadden. Ik wil graag een roos geven aan Astrid, omdat die goed voor me zorgt. Oh, lieverd. Oh, heel erg lief, Riet. Dank je wel. Ik voel me zeer vereerd. Dank je. Valentijn, op deze dag wil ik je extra in het zonnetje zetten voor alles wat je voor mij hebt gedaan. De laatste anderhalf jaar. Daar wil ik je voor bedanken. Hartelijk dank, Wim. Goeie. Bedankt. Ik kan niet bij je komen. Deze mevrouw is veel bij me om me te verzorgen. En ik heb er altijd veel schik bij. En die roos geef ik aan jou en je heeft zeker verdiend. Dankjewel, Rens. Alsjeblieft. Dankjewel, Rens. Tot slot gaan we naar Jo en Nelly de Klein. Ze hebben 2 dochters. Met dochter Angela hebben ze contact via FaceTime. Maar dochter Anita kon er helaas vandaag niet bij zijn. Of toch wel? Aan wie zouden jullie graag de rozen willen geven en waarom? Aan Angela. Want die doet eigenlijk wel heel veel voor ons. En die andere dochter ook aan Anita natuurlijk. Maar die kan er niet bij zijn nou. Ik zweer ik. Ja, ze doen alle twee heel veel voor ons. En Angela komt ook heel vaak naar huis toe. Ja, ik kan niet anders zeggen. Verrassing! Och, kijk toch hier. Zo. Oh. Voor jullie een roos. En ook voor jullie een roos. Dank je wel. Ja. Voor Valentijnsdag. Oh. Okay. Zo, dat had ik. Verrassing. Dat had ik helemaal niet gezegd, wa? Nee, dat was ook de bedoeling. Oh. Fijn, wa? Valentijnsdag is toch altijd een verrassing, ja. Nou, dat kunnen we zeggen nou. Ja. Eentje daar en eentje hier. Nou, kijk eens aan. Ja. Alle twee bij jullie. Ja. In de maand maart stonden Nederlanders massaal op de bres voor vluchtelingen uit Oekraïne. De oorlog was inmiddels een paar weken bezig en Oekraïners in Nederland hadden massaal spullen nodig. Dat zorgde voor de ene na de andere hartverwarmende inzamelingsactie.
Winnie en Anna plaatsen een oproep op Facebook. Op dit moment, ja, ik heb geen andere interesse meer behalve dat. Frank rijdt rond met zijn speciaal bestikkerde auto. Heb je spullen? Bel Frank. Frank komt het ophalen of je moet het komen brengen. En kringloopwinkel Het Goed zorgt dat er spullen worden geleverd aan de opvang in de Jan Massinkhal. Via social media wordt echt gericht gevraagd wat dat er nodig is. En de inwoners van Nijmegen kunnen dat hier brengen. Ook het thema wonen drukt een stempel op maart. Zo ontstaan de inmiddels beruchte plannen voor woningbouw op Alverna. Zijn inwoners van Beuningen niet blij met de 46 woningen die op een open stuk grond moeten komen? En presenteert NEC hun plannen voor woningen in het Goffertstadion. Verder verdwijnt in het centrum van Zetten het laatste woonhuis tussen alle bedrijven. En in de Nijmeegse wijk Wezenhof worden juist nieuwe huisjes gerealiseerd, de zogenaamde skeve huizen. Het gaat om woningen bedoeld voor mensen met psychische en sociale problemen. Ook overlast was iets dat vaker terugkwam. In Beuningen begint de overlast van de zandwinning vervelende vormen aan te nemen. Op het moment dat ze ook maar iets erover moeten zeggen, dan gaan ze huilen. Echt helemaal ziek van die trillingen. In Wijchen blokkeren vrachtwagens structureel de ingang van de kringloopwinkel. Maar zetten ze nou de vrachtwagen aan de overkant neer, dan riskeren ze zelf een boete. In Oosterhout wordt overlast van verkeer verwacht als de huidige plannen voor een gastvrije Waaldijk worden doorgevoerd. Het ontwerp zoals het nu gepresenteerd is, lijkt mij een feest voor Max Verstappen. Ik zou hier elke zaterdagochtend zijn, denk ik, als ik Max Verstappen was. En in de stationstunnel in Nijmegen, daar is de overlast juist verminderd. 70% minder overlast, zwart rijden en geweldsincidenten op het station. Tot slot was maart natuurlijk de maand waarin we weer naar de stembus mochten. Deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zagen dat spandoeken niet altijd door de partijen zelf werden opgehangen. Dat stemlokalen ook prima gerund kunnen worden door mensen met een verstandelijke beperking. En wat wij doen is juist hen aanspreken op talenten, wat ze kunnen en dat ze gewoon mee kunnen doen in de samenleving, onderdeel zijn van de samenleving. We waren uiteraard aanwezig in de diverse stemlokalen en we zagen hoe Stadspartij Nijmegen uiteindelijk als grote winnaar uit de bus kwam. Tot zover de maand maart van 2022. Eigenlijk stond deze maand maar één iemand echt centraal. Of nou ja, iemand. Het gaat namelijk om een vogeltje. Ja, Robbie Roodborst heet hij. Dit vogeltje was lange tijd een vaste gast in de tuin van Paulien. En Paulien is fotograaf en maakt op een creatieve manier dankbaar gebruik van zijn aanwezigheid. Vandaag ga ik proberen een foto te maken van Robbie Roodborst met de regenboog. Die heb ik zojuist neergezet. Pas vanaf vorig jaar november dat het me opviel dat hij echt elke dag kwam. Dat, ja. Daarvoor was er ook wel eens een rood bosje, maar nu voelde het toch anders. Op een gegeven moment kwam hij zelfs naast me op het bankje zitten, terwijl ik een kopje koffie zat te drinken. En ja, vanaf dat moment kon ik eigenlijk heel makkelijk de foto's maken van hem. Paulien heeft begrepen dat roodbosjes erg territoriaal kunnen zijn, maar daar heeft ze weinig last van. Iemand zei ook tegen mij dat het roodbosje op een gegeven moment mij als onderdeel van zijn territorium zou kunnen zien, waardoor die mij tolereert in zijn territorium. Ze zit niet de hele dag te wachten op Robbie, maar voelt zijn manier van vliegen aan. En weet zo precies wanneer hij er is. Ik wacht niet de hele dag. Ik zet vaak 's ochtends iets neer. En dan ga ik gewoon mijn dingetjes doen. Maar inmiddels herken ik wel zijn manier van aanvliegen in de tuin. Dus ik zie vanuit mijn ooghoek zie ik iets bewegen. En denk, oh, dat is die. En vaak is dat zo. En dan, mijn camera staat dan al steentje bij. Dus dan maak ik snel de foto. Hij komt elke dag. Nou, heel af en toe een dagje niet. En dan ben ik een beetje ongerust. Maar ja, hij komt eigenlijk wel elke dag. Door haar overleden vader heeft Paulien nog een extra speciale band met Robbie. Eigenlijk heb ik al 30 jaar een soort fascinatie voor roodbosjes. Mijn vader is 30 jaar geleden overleden en die heeft altijd gezegd, als ik doodga en er bestaat zoiets als reïncarnatie, dan kom ik als roodbosje weer terug. Dus vanaf dat moment zijn roodbosjes bij ons in de familie altijd wel, ja, staan een beetje symbool van mijn vader. Het is niet dat ik daar nou, als ik een roodbosje zie, direct mee bezig ben, maar het is wel ja, het is wel de fascinatie, zeg maar, toch, voor de roodbosje. Ondertussen zijn bijna alle spulletjes in en rondom het huis van Paulien al gebruikt voor foto's met Robbie.
Ik heb inmiddels al zo ongelooflijk veel foto's dat ik... Ja, het hangt ook een beetje af van de attributen die ik weer vind of bij buren vind. Of mijn eigen huis is een beetje klaar. Ik ga zelf wel op zoek nog naar nieuwe spullen. Ik heb net bij een aantal buren weer wat spullen opgehaald. Dus ik kan voorlopig weer even vooruit. Paulien hoopt natuurlijk dat Robbie nog lang op de koffie blijft komen. Maar ze heeft ook nog een andere wens. Een wens voor Robbie? Ja, ik hoop natuurlijk dat hij met een vriendinnetje of met zijn vrouwtje hier komt en dat er een nestje komt. Dat zou ik natuurlijk heel erg leuk vinden. Zo'n 1000 betogers gingen in april de straat op om te demonstreren tegen het coronabeleid. Ondanks dat zo'n beetje alle coronamaatregelen al van tafel zijn, vinden deze mensen dat het gevaar van het beleid nog niet is geweken. De organisatie is vooral bezorgd om de coronaspoedwet die nog steeds van kracht is. Verder blijven we last houden van de grote inflatie. De overheid komt ons in april wel iets tegemoet door de accijns op brandstof te verlagen. Dus hoeven we niet meer per se in Duitsland te tanken. Ik moet gewoon tanken. Normaal ga je naar Duitsland en nu kan je hier gewoon tanken. Desondanks ziet de voedselbank haar klantenbestand flink stijgen. We denken dat het komt door de stijging in energieprijzen en voedselprijzen. April is ook de maand waarin twee iconische locaties verdwijnen. Speelgoedwinkel De Engelbewaarder in Nijmegen stopt ermee. Het zit gewoon op. Het was hartstikke leuk. Ik heb een hele leuke tijd meegemaakt hier, echt 26 jaar. Ik heb het afgemaakt en nu is het klaar. Het is goed. En voor de plannen voor het vertrek van De Linde in Groesbeek wordt een petitie gestart. Maar bovenal kenmerkt april zich als de maand van onderhoud, aanpassingen en renovatie. Zo wordt er groot onderhoud gepleegd aan de sluis in Weert. Wordt er gestart aan de uitgebreide renovatie van de Stevenskerk. En wordt er eindelijk gekeken naar de eventuele aanpassingen aan de zandwinning bij Beuningen om de geluidsoverlast te beperken. Er komen plannen voor de herinrichting van enkele straten in het centrum van Nijmegen. Na een jarenlange discussie werden stadsbussen 3 jaar geleden verbannen uit de Burchtstraat en Augustijnenstraat in de Nijmeegse binnenstad. Dat betekent wel dat die twee straten nu eigenlijk veel te breed zijn. En de bekende groene kiosks verdwijnen ook uit het straatbeeld. Tenminste, uit het Nijmeegse straatbeeld. Deze kiosk in de Nijmeegse binnenstad verhuist binnenkort naar Druten. April is natuurlijk ook de maand waarin onze koning jarig is. 1 dag in het jaar kleurt heel Nederland oranje om dit te vieren. Zo ook in onze regio. In alle gemeenten werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd om zijn verjaardag te vieren. Wij blikken in dit overzicht even terug op de feestelijkheden in Heteren. Het is toch echt super dit. Burgemeester Patricia Hoijting-Graubos had er zin in. Sowieso was fijn dat het eindelijk weer kan, een veelgehoorde tekst vandaag. Na 2 jaar zonder activiteiten was het weer volop Koningsdag in de regio. Super! Hoijting-Graubos opende de dag in Heteren. En als je dan die witte duiven ziet en met elkaar het Wilhelmus zingt en al die vrolijkheid ziet en de zon schijnt, ja, dat is een feestje. Daarbij werden ook duiven losgelaten. En nee, dat is geen dierenmishandeling volgens de eigenaar. Dus we hebben echt een paar vaste duiven en die zitten jaren bij ons en die worden oud bij ons en eigenlijk komen ze eigenlijk altijd naar huis toe. De duiven doen we ieder jaar. Dat is eigenlijk dat hoort bij de rituelen van Koningsdag. We hebben het Wilhelmus, we hebben toespraak van de burgemeester. Ja, de duiven toch een beetje symbool van vrede, symbool van feest. Dat is daar ook het idee voor. Dat was nog maar het begin van de activiteiten in Heteren. Er waren bijvoorbeeld springkussens en een versierde fietstocht. Wij hadden gisteren al een hele mooie avond. Ik denk dat de hele feeststand die was vol. Onder andere Marco Kraat en Ben Pitch. Dus die hebben de boel echt op zijn kop gezet. En vanochtend hebben we al een mooie fietsoptocht gehad. Nu een mooi ontbijt. Vanmiddag nog een vrijmarkt. Spellen voor de kinderen. Dus ik denk dat het zeker met het weer ook helemaal goed komt. Kijk eens, broodje knakworst voor jou. Hoppakee. Doe er wel bij. Heerlijk druk. We houden ervan. We mogen weer. Leuk voor de kinderen, voor jong en oud, alsjeblieft, jazeker. En doen jullie dit vaker? Wij doen dit vaker. Wij zijn ook in het Sinterklaascomité, dus wij zijn altijd vrijwillig in het dorp, actief voor iedereen. Vinden we leuk. We hebben net een rondje gemaakt met de optocht. Met de optocht. Met de optocht, hebben we helemaal gedaan, dus voor de kleine. En de duiven? De duiven? Ja, die hebben we niet gezien. Die hebben we niet gezien. Die hebben we gemist. Toen waren we denk ik te laat of te vroeg. De maand mei biedt ieder jaar toch wel de meeste structuur met vaste onderdelen. Zo begint de maand natuurlijk met de dodenherdenking.
In Druten kwam Jan Terlouw langs om over de oorlog te vertellen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen weten dat oorlog gebeurt. En dat je alles moet doen om te voorkomen dat die ook hier uitbreekt. Ja, misschien had hij ook in Nijmegen enkele vandalen het nodige over de oorlog moeten bijspijkeren. Gezien begraafplaats Jonker Bos geheel was beklad met leuzen en hakenkruizen. Een ongelukkiger moment kon hiervoor niet worden gekozen. En over oorlog gesproken, die in Oekraïne vindt nog steeds volop doorgang. Dus wordt er in Druten inmiddels alvast Nederlandse les gegeven aan Oekraïnse kinderen. Hello, my name is Ladislav. My name is Maria. Uiteraard volgde ook weer Bevrijdingsdag, waarop eindelijk weer de bekende bevrijdingsfestivals doorgang konden vinden. Nou, het is lekker weer. Ik denk dat wij tussen de 6 en de 8000 mensen mogen verwelkomen vandaag. Vrijheid en vrede, ook in de vorm van een penning. De Vrede van Nijmegen-penning werd dit jaar uitgereikt aan niemand minder dan Frans Timmermans. Ja, we kwamen er net achter dat het 42 jaar geleden is dat ik hier ging studeren. Dus, maar het is altijd leuk om in Nijmegen te zijn. Ook staat de maand mei jaarlijks in het teken van de stressvolle eindexamens op scholen. Concreet zien we dat er wat meer leerlingen faalangst hebben. En wordt de maand in onze regio, ook na 2 jaar stilte, weer afgesloten met het dancefestival Emporium. Heerlijk, ik zeg eerlijk, het heeft veel te lang geduurd met die corona. Wacht even. Met die corona gedoe en alles. Het is soms weer thuisfeestje, lekker met z'n allen, na zo'n lange tijd. In de afgelopen 3 jaar is hij landelijk vooral bekend geworden als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dan heb ik het natuurlijk over Hubert Bruls. Die functie zal hij komend jaar overigens neerleggen. Maar wij in Nijmegen kennen hem vooral als onze burgemeester. En dat is niets nieuws. Die functie bekleedt hij al 10 jaar. In mei dit jaar tikte hij de 10 jaar aan en blikten we uitgebreid terug op die periode. Hier nog even een fragment uit dat gesprek. Meneer Bruls, dank dat u ter gelegenheid daarvan wilt aanschuiven op de Wouwkade. Ja. En er is hier in de buurt alleen al een hoop veranderd de afgelopen 10 jaar. We kijken naar een eiland wat nieuw is. U kijkt naar een stadsbrug die nieuw is. De stadsbrug die is in 2013, dus een jaar nadat ik kwam, werd die geopend. En het eiland was toen nog, ja, moest zelfs nog gegraven worden. Moest gegraven. Ik kan me nog herinneren, de eerste schop. Ja, het is pas 10 jaar geleden, maar het lijkt al als vanzelfsprekend, hè? Alsof het er altijd al was. Ja. Kunt u snel wennen aan al die veranderingen? Ja, toch wel, toch wel. Je kunt, ik merk zelf ook de gelegenheid van dat jullie het interview houden, ga je zelf natuurlijk ook nadenken van, goh, wat is er gebeurd? En dan denk je toch wel, hoe was dat nou in 2013 of 2014? En dan ben je er toch wel helemaal op ingesteld. En sommige dingen komen ook wel terug, dat zal ook wel aan de orde komen. Maar de veranderingen gaan vaak natuurlijk geleidelijk. Hè. Zo'n brug is natuurlijk super spectaculair, maar bijvoorbeeld de bouw in de Waalsprong gaat natuurlijk stap voor stap. Behoorlijke stappen mag ik wel zeggen, ja. Maar dat gaat dan toch natuurlijk, daar wen je wat langzamer, daar kun je meer op inzetten. Je ziet als het ware de huizen en de wegen komen als je er regelmatig komt. En heel veel plaatsen, hè, ook waar we hier zijn, in onze mooie oude centrum, daar is ook gelukkig heel veel hetzelfde gebleven. Een laatste belangrijke vraag en die gaan we laten stellen door een Nijmegenaar weer. Ja. Goedemorgen meneer Bruls, ik zou graag willen weten hoe lang u nog in Nijmegen blijft. Van mij mag u heel lang blijven nog. Dank u wel. We hebben een fan zijn we tegengekomen, meneer Bruls. Ja, als iemand vraagt hoe lang je nog blijft, maar wel gelijk zegt van nog lang blijven, dan krijg je... Beloof maar gewoon dat u tot... U heeft de mooiste baan van Nederland, waarom ja, niet? Nou, gewoon van tot Nederland, uw pensioen. Van Nederland wil ik niet zeggen, wat maar... Wat is een mooiere baan in Nederland? Nou, weet u, het is niet een kwestie van mooi of niet mooi, maar 10 jaar burgemeester, dat betekent normaliter nog 2 jaar, hè, dan is... Ja, want de burgemeester worden voor 6 jaar voor 6 jaar. Je zit nu in uw tweede periode. Tweede periode. Je mag toch dan je pensioen. En voor burgemeester is dat 70 jaar. Ja. Dan moet je in Nederland verplicht ophouden burgemeester zijn. De koning mag eindelijk doorgaan. Maar de burgemeester moet op zijn 70ste stoppen. Ik heb het niet bedacht, maar zo is het. Kijk, ik heb altijd gezegd, als je heden ten dagen in de hectiek van politiek bestuur, wat Nederland ook is, dan is als je 8-10 jaar dit vak doet, en ook in een stad als Nijmegen, waarvan alles anders, dat is best een hele tijd. Daarom is niet gezegd dat het over 2 jaar ook gedaan is, maar laat ik zo zeggen, volgend jaar, want dan
moet ik samen met de raad ook bepalen van gaan we nog een keer een rondje doen. Want dan moet er een hele die procedure. Hè, dat is niet vanzelfsprekend dat ik mag blijven. Dus ergens in de loop van volgend jaar dan zal wel de knoop doorgehakt worden. Of ik nog een keer wil opgaan voor een derde termijn. Of dat het tijd wordt voor iets anders. Maar ik merk aan mezelf dat ik nog net zo gemotiveerd en inzet heb als 10 jaar geleden. Ik profiteer van de ervaring en al de mensen die ik heb leren kennen. En aan de andere kant, ik denk dat niemand me kwalijk kan nemen en zegt van ja, steeds hetzelfde blijven doen. Dat is op je 56, dus daar ben ik nog iets te jong voor. Nou, we gaan het merken over pak een beetje een jaar. Waar mei juist de maand van de vaste structuur was, is juni juist de maand van de losse nieuwtjes. Zo krijgt het Goffertstadion een nieuwe hybride gasmat. Hybride is kunstgas en natuurgas. En dit is nu 4-5% kunstgas en de rest gewoon natuurgas. Worden de eerste 3 chalets in Beuningen geplaatst voor Oekraïense vluchtelingen? En wordt eveneens in Beuningen de 11-jarige Siem Krenktin benoemd tot kinderburgemeester? Ja, jij wordt hem dit jaar. Kom maar even hier staan. In navolging op de gemeenteraadsverkiezingen wordt er inmiddels een coalitieakkoord gepresenteerd door Stadspartij Nijmegen, D66 en GroenLinks. De voornaamste doelen zijn meer betaalbare huizen, meer bomen en het afschaffen van de hondenbelasting. Het is vooral een akkoord geworden waar we op alle fronten mensen meenemen in een bepaald beleid. We liggen massaal op het Waalstrand vanwege de extreme hitte. Tenminste, overdag, want er geldt nog steeds een avondklok voor de strandjes. In Beuningen staan er inmiddels al 10 van de 41 chalets op hun plek. En in Winsen is de kogel door de kerk rondom het inmiddels beruchte kunstwerk Anima Mundi. In het nieuwe plan zijn de beelden wat kleiner, waardoor een bestemmingsplanwijziging niet nodig is. 4 omwonenden hebben bezwaarschriften ingediend, maar die zijn nu allemaal afgewezen door de gemeente. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van het kunstwerk begint. Met de maand juni zijn we inmiddels alweer aangekomen in de zomer van dit jaar. In Nijmegen is het sinds een aantal jaren inmiddels traditie geworden dat er in die periode enkele concerten worden gegeven in het Goffertpark. Maar niet zomaar concerten, nee, megaconcerten. En daar komen veel mensen op af. Deze zomer was dat vooral voor de Red Hot Chili Peppers en natuurlijk Rammstein. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, toch wel de vlammen. Ja, zeker de vlammen. Ja, de muziek is mooi, maar die vlammen maken het af. Denk je dat je zelf niet gaat afpikken per ongeluk? Of? Dat zou ik heel grappig vinden. Ja, dat zou ik echt heel grappig vinden. Dat zou een mooi verhaal zijn om mee thuis te komen. Vanavond spelen de Red Hot Chili Peppers. Wij gaan even kijken of men er al klaar voor is. Zeker, ja. Jullie zijn er vroeg bij? Ja, we zijn er vroeg bij, ja. Je wil vooraan staan? Ja, graag. Groot fan van de Red Hot Chili Peppers? Absoluut. Hey, wat maakt deze band nou zo bijzonder? Ja, ze zijn eigenlijk al bijna bejaard. Dat maakt natuurlijk ook extra vet. Ik vind dat als je dan nog een wereldtour doet, dan heb je wel ballen. Ja, hun muziek is gewoon, ja, het is gewoon echt mijn jeugd. Ik ben heel erg opgegroeid met die muziek gewoon luisteren. Het is gewoon fucking goed. De zomervakantie stond in onze regio vooral in het teken van stremming van vervoer in de meest brede zin. Zo werden deze maanden aanvankelijk al aangegrepen voor een grondige renovatie van de energieweg en stadsbrug De Oversteek, die hierdoor een ruime maand dicht waren. Treinstation Goffert bleek niet geschikt te zijn voor de grote mensenmassa's die op de concerten in het Goffertpark afkomen en werd tijdens deze evenementen zelfs gesloten. We staan hier net, we zijn even aan het kijken welke bus er wel of niet komt. Verder werd er ook nog eens gestaakt door de buschauffeurs en als klap op de vuurpijl werd het verkeer gestremd door de boerenprotesten. Eerst bij het distributiecentrum in Oosterhout en later ook de verkeersader van Nijmegen, het Keizer Karelplein. Nou ja, klap op de vuurpijl. De echte klap kwam natuurlijk van het busstation dat werd aangereden door een iets te hoge vrachtwagen met reclameborden voor de Vierdaagse, met alle gevolgen van dien. Na die Vierdaagse kwam er meteen nog een groot evenement naar Nijmegen, namelijk de Eurogames, het Europees sportevenement voor LHBTI'ers.
attention and a very, very good time. En ondanks de warmte was er een massale stormloop op houtkachels. Alvast voor de winter. Nou ja, we hebben een verkoopstijging momenteel van rond de 40% ten opzichte van de voorgaande jaren. Na alle ellende werd de maand toch nog positief afgesloten. In Druten organiseerden ondernemers een enorm ontbijt voor de inwoners om elkaar na een lange coronaperiode weer even een zetje in de goede richting te geven. Zodoende is er een actie op touw gezet om gezellig te kunnen ontbijten en daarna te kunnen gaan winkelen. Om eigenlijk ook weer de winkeliers een steuntje in de rug te geven dat er weer wat omzet bij komt. Uiteraard kunnen we in juli niet om de Vierdaagse heen. Na 2 jaar zonder kon de Mars der Marsen eindelijk weer doorgaan. Tenminste, gedeeltelijk. Na maanden uitgekeken te hebben naar een editie die eindelijk weer door zou gaan, kregen we vlak voor de start te horen dat de eerste wandeldag werd geschrapt vanwege de extreme hitte. Ja, het werd dus een 3-daagse in plaats van een 4-daagse. Maar toch weerhield het er een paar honderd mensen niet van om toch de wandelschoenen aan te trekken op deze 4-daagse dinsdag. Wij volgden ze en spraken enkele wandelaars op de laatste meters van de route. U bent vanmorgen vast heel vroeg gestart. Redelijk vroeg, ja. En hoe laat was dat? 5 uur. 5 uur? 5 uur. Okay. Hoeveel kilometer heeft u gelopen? 40. Ja. Hoe was de start en hoe laat vanmorgen? Half drie zijn we gestart. Dus daarom zijn we nu lekker een beetje voor de warmte terug. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel hebben jullie al gelopen? 39 ondertussen. En wat willen jullie vandaag halen? Een biertje. Ja. Nou ja, ik moet normaal 50, maar ik heb het op 30 gehouden vandaag. Hmm. Hoe laat zijn jullie vanmorgen gestart? Kwart voor 4 uur ongeveer. En hoe was die start? Saaier dan normaal, maar je kon wel meteen doorlopen. We hebben de 25, lopen nu 25. Dat is de helft van wat we normaal zouden lopen. En hoe voelt dat om zo'n start niet zo massaal te doen te delen, denk ik? Het was wel speciaal eigenlijk. De mensen die er waren, dat was wel heel leuk. Zelfs midden in de nacht mensen die langs de kant van de weg staan met wat flesjes water, dat je denkt, wat is dit? Het was een beetje saai langs de weg. Maar de afstand, je hebt wel gevoel in je benen, zeg maar, je voelt dat je een afstand hebt gelopen. Mm-hmm. Maar het was een leuke dag. Nou, dat was eigenlijk wel lekker. En in de dorpen stonden de mensen wel gewoon klaar om met water en zo. Dus dat was prima. Ik kon lekker doorlopen. Okay. Ja. Hoe is dat zo'n gevoel op de wedren als er zo weinig mensen zijn? Ja, apart. Ja, ik heb nooit eerder meegemaakt. Het is mijn eerste keer. Maar het is niet... Niet zoals gezegd wordt dat het is, zeg maar. Maar goed, dat hopen we dan morgen weer mee te maken. Ik snap de beslissing, snap ik hoor. Ja, want ik snap hem helemaal. Want ik denk dat het een goede beslissing is. Want als wij om 6 uur gestart waren, ja dan... Het is nu al te warm aan het worden. Ja. Het wordt nu warm, ja. Nee, het is een goede beslissing geweest. Ja, zeker. Dan succes met de laatste stukjes. Dankjewel. En ook vooral de komende 3 dagen. Dank je. September kenmerkt zich als maand van herdenkingen en jubilea. Natuurlijk werd in Nijmegen de Waaloversteek herdacht. De verhalen van toen, en met name ook persoonlijke verhalen over militairen, maar natuurlijk ook over burgers die het slachtoffer werden, die helpen om juist naar generaties van nu, die zelf geen oorlog hebben meegemaakt, bijvoorbeeld zelfs ik kom uit 66, heb nog nooit een oorlog meegemaakt. En je gaat het onbewust, ga je denken, het is er altijd, het is vanzelfsprekend. Nou, dat is het dus niet. En in Driel vond de jaarlijkse Polenherdenking weer plaats. Als je ziet dat het hele dorp met alle vrijwilligers, het is gewoon identiteit. Het is van iedereen in Driel. En dat voel je ook aan de Poolse warmte die daarvoor terugkomt. Maar er waren ook unieke momenten. Zo werd er bij Stadsbrug de Oversteek een zogenaamde Vector of Memory geplaatst. Bij het Vrijheidsmuseum Groesbeek staat er onder andere eentje. Maar bijvoorbeeld ook het Jacob Groenewoudplantsoen. Bij de Jacob Vosbrug in Arnhem staat er ook eentje. En zo komen er nog verschillende bij. En lieten scholieren uit Elst op begraafplaatsen door de regio koperen poppies achter. Opgave van Britse militairen. Als herinneringsobject, maar ook een stukje techniek bijbrengen bij de leerlingen. Dan de jubilea. Eetcafé Bliksem bestaat 25 jaar. Een echte mijlpaal voor zo'n bijzondere horecagelegenheid. Hier komen ook gewoon veel mensen. Het is niet alleen maar sociale participatie. Nee, hier gebeurt ook wat. Het is echt een restaurant en een winkel. Maar het echte jubileum van het jaar is natuurlijk de 750ste verjaardag van de Stevenskerk. De feestelijkheden duren het hele jaar, maar begonnen in september. Zo werd er meteen door enkele pelgrims een Albertus-wandeling gelopen.
Een wandelroute van Keulen naar Nijmegen. De Albertuswandeling is eigenlijk een reconstructie van de tocht die Albertus de Grote 750 jaar geleden maakte, toen hij van Keulen naar Nijmegen kwam om deze kerk in te wijden. In Wijchen werd bekend dat Renske Helmer Engelbert de nieuwe burgemeester van die gemeente zou worden en daarmee Marijke van Beek opvolgt. Verder was het de maand van democratiefestival Grondvest. Na een teleurstellende eerste editie mocht dit jaar dan een tweede editie plaatsvinden. Deze bleek uiteindelijk nog teleurstellender uit te vallen. Nu zitten kranten zitten zeuren van het kost veel geld. Jij zit te zeuren, ja het kost veel geld. Maar pas echt teleurstellend was natuurlijk het politienieuws in deze maand. Zo ging het strafproces in de zaak van de Beunische vergismoord van start. Zocht de politie naar de mannen die in de Nijmeegse Karregas een voorbijganger mishandelden. En als dieptepunt werd op klaarlichte dag op plein 44 een jonge man doodgestoken. Dit is niet zomaar een toevallige steekpartij. Hier is wel wat meer aan de hand. In ieder geval zodanig dat we nou wat voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Dus ik laat nu bekijken of we met behulp van gebiedsverboden of preventief fouilleren deze groep in ieder geval weg kunnen houden. Zo, om te vermijden, om het risico in ieder geval kleiner te maken, dat er niet alsnog weer iets gaat gebeuren. Want het is echt vreselijk genoeg wat al gebeurd is. En dat willen we natuurlijk niet. De maand september werd uiteindelijk afgesloten met hoog bezoek in Nijmegen. Koninklijk bezoek zelfs. Koning Willem-Alexander bracht een bezoek aan op het Radboud UMC om het nieuwe hoofdgebouw officieel te openen. Maar helaas werd zijn bezoek niet door iedereen op prijs gesteld. Zo stonden er bij aankomst een aantal demonstranten met omgekeerde vlaggen die schaam je kapot riepen. Voor de medewerkers van het Radboud UMC was het overigens wel een bijzondere dag. En daar maakten we de volgende reportage over. De koning op bezoek krijgen gaat niet zomaar. Het Radboud UMC had hem uitgenodigd om het hoofdgebouw te openen. Maar daar waren wel flink wat voorbereidingen voor nodig. Nou, bij de organisatie van zo'n bezoek en waar dan de koning bij is, allereerst volgt er dat je een programma gaat maken. En dat programma moet ook nog weer door het Koninklijk Huis bekeken worden. Hè. Wat wij voorstellen, is dat akkoord? Dus dat vraagt het een en ander. We hebben het allemaal kunnen zien. Wij dragen de mondkapjes hier in de klinieken. Dat bepaalde ook een beetje de keuze van, ja, hoe doen we zo'n opening dan? Jullie willen ook allemaal filmen en foto's maken. En dan ziet het er niet zo gezellig uit van tevoren. Dus wat dachten we, nou, dan moeten we iets buiten doen. Een van die mensen die met de koning mocht spreken was Celine van der Weert. Zij is arts-onderzoeker op de KNO-afdeling. Ja, het was sowieso heel leuk. En ik was ook heel verbaasd dat het gesprek met de koning zo natuurlijk verliep eigenlijk. Hij stelde hele goede vragen. En het was ook gezellig en grappig. De koning heeft vandaag ook een patiënt bezocht. Nou, dat weten wij natuurlijk niet 3 weken van tevoren wie dat is. He, dat weten we pas een dag van tevoren. Want we hopen toch niet dat onze patiënten hier altijd zo heel lang moeten verblijven. En dan is dat ook natuurlijk wel weer een heel leuk moment. Mensen vinden dat ook spannend. En ook op zo'n afdeling waar dat dan gebeurt. Dus dat, En was er een wc bijvoorbeeld voor de koning gereserveerd? Er wordt gewoon op de route gekeken van waar hij eventueel van faciliteiten gebruik kan maken. Dus daar wordt echt niks speciaals of aparts voor gedaan. Het nieuws uit de maand oktober valt duidelijk in 3 categorieën samen te vatten. Verjaging, vervolging en ontknoping. We beginnen met verjaging, want dat gebeurde aanvankelijk met de taxichauffeurs bij het centrale treinstation van Nijmegen. Een vaste standplaatsen werd ineens omgetoverd tot stalling voor deelscooters. Hier staan normaal gesproken taxis. Daar is geen plek meer voor, lijkt het wel. Dat levert al gelijk problemen op. Er is zeker nog plek voor taxis, maar ik geloof ook dat we wel met ze in gesprek gaan. Omdat we nu meteen ervaren dat een aantal mensen zeggen dit werkt voor ons niet. Een foutje, zo gaf de gemeente direct toe. Toch was het meteen het start zijn van het hele deelscooter debacle. Overal en nergens werden de voertuigen achtergelaten. Naast die taxichauffeurs is verjaging ook van toepassing op het voormalige pand van Café Extase. Hier trokken in oktober ineens krakers in. Zij werden vervolgens verjaagd door de politie, kwamen weer terug en werden weer verjaagd. Het pand is eigendom van Gols. Dat is ons eigendom en wij gaan ervan uit dat iedereen dat ook respecteert. Dan vervolging. Vervolging in de zin dat veel onderwerpen een vervolg kregen deze maand.
In de Wezenhof kreeg de vernieuwing van het winkelcentrum een vervolg toen de plannen bekend werden. Als je de grootte ziet, het is enorm wat gepland is. Hè? Het is niet wat er uitgevoerd wordt, maar wat er gepland is. Ja. Veel opvanglocaties werden in tijdsduur verlengd. En ook kwamen er nog nieuwe bij, zoals in de manege in Nijmegen. Officieel zou het tot 1 januari zijn, maar met deze regering is de vluchtelingencrisis niet opgelost voor 1 januari. Dus mijn gevoel zegt dat ze tot max 1 april hier zijn. Ook kregen de busstakingen een vervolg met weer een nieuwe staking. Allemaal hebben we grote moeite de boodschappen te betalen, de energie. Prijzen reizen de pan uit, de huren worden duurder, alles wat duurder. Alleen het loon gaat niet of nauwelijks omhoog. En dat deugt niet, vinden wij. En bij de voedselbank zagen ze de klandizie nog verder stijgen. Zoals ook eerder dit jaar al werd gemeld. Al jarenlang best wel veel armoede in Nederland. En die wordt nu alleen maar groter. En tot slot de ontknopingen. Na maanden van proces besluit de gemeente Nijmegen ook studenten een energietoeslag toe te kennen. Maar tevreden zijn ze niet. Dat je daarmee aan de ene kant bezig bent om armoede te bestrijden. En aan de andere kant zegt van ja, je moet gaan lenen. Dat is heel raar. Een hele vreemde situatie. Maar het is wettelijk zo geregeld. Ja, en ze noemen mij wethouder. Dus ja, ik houd me aan de wet. De horeca op het Joris Ivesplein wordt gesloten. En tot vandaag is dat nog steeds definitief. Een verdachte van de mishandeling in de Karregas wordt opgepakt. Het lichaam van de maanden vermiste Bert Huntinga wordt gevonden. En de energiecentrale van Eentje gaat met een knal tegen de vlakte. Maar de meest opmerkelijke ontknoping is nog wel de oplossing die de Albert Heijn in Elst heeft voor hun personeelstekort. Klopt, wij zoeken inderdaad gepensioneerden om hier te komen helpen. Wij hier bij Albert Heijn Driessen vinden het heel belangrijk dat hier jong en oud als klant over de vloer komt. Maar dat geldt net zo goed voor onze medewerkers, dat kan ook jong tot oud zijn. Ik heb hard genoeg gewerkt mijn hele leven en ik geniet nu van dat ik vrij ben en nergens geen last meer van heb en nergens aan gebonden ben. Denk je aan oktober en aan feest, dan denk je waarschijnlijk al snel aan Oktoberfest. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor een groep mensen met een beperking staat feest in oktober gelijk aan Bolderpop. Ja, en dit kleinschalige muziekfestival werd dit jaar georganiseerd op het Pax Christi College met optredens van onder meer Django Wagner, Gebroeders Rossig en het feestteam. Een dag om nooit te vergeten. Ja, la, la. Onze doelgroep die wil elk jaar een uitje waar ze naartoe kunnen leven. En dat doen ze inmiddels al 17 jaar. We zitten 17 jaar, dit is de 17e editie. En die was voor het eerst compleet uitverkocht. Binnen 3 weken waren alle kaarten verkocht, dus vandaar. En wie is jullie doelgroep? Bewoners van Cerelo. Dat is van origine de doelgroep. En onze doelgroep zijn mensen met een verstandelijke beperking. En wat is er vandaag allemaal te doen? We hebben vandaag een hele mooie groep aan artiesten. Jochem van Gelder die praat alles aan elkaar. Hè. Hij is ook een van onze ambassadeurs van Bolderpop. Dus ja, we zijn ook heel blij met al die mensen. En we draaien natuurlijk ook op een ontzettende mooie groep vrijwilligers. Ja. Het leuke is van de mensen die vandaag ook hier waren, die hebben geen belemmeringen. Ik heb zelf, als ik feest vier, dan denk ik, nou, we zullen andere mensen dan niet denken, niet te uitbundig dan. Deze mensen gaan gewoon helemaal los. En dat maakt dat Bolderpop ieder jaar een fantastisch feest is. En ik weet niet hoeveel jaar ik het nu al mag presenteren, maar dat is een voorrecht om het te mogen presenteren. Maar het is ieder jaar ook weer een zondag waar ik naar uitkijk. Ik denk, oh gezellig. En dan ben ik benieuwd welke artiesten er zijn. En dan zie ik al mijn vrienden weer. En ik ken ze niet allemaal bij naam. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar dan is het weer zo hartelijk. Dan is het weer alsof we elkaar... Maar het is ook zo, we hebben een jaar niet gezien hebben. Maar dat maakt Bolderpop tot een fantastisch feest. Ook voor mij en ook voor alle artiesten. Maar die is ook leuk, en dat mag best wel een keer gezegd worden, door de fotograaf. Stan van der Hurk. Die viert iedere foto die gelukt is, alsof het een doelpunt is. Dus ja, ik heb meer foto's van hem gemaakt. Maar iedere keer als er foto's, daar staat hij zo. En ja, dat maakt het nog leuker. Lieve Bolderpoppers, wij willen jullie bedanken. Jullie waren een fantastisch publiek. En geef een heel groot applaus aan jullie zelf.
November was de maand dat Nijmegen massaal energietoeslag wilde uitdelen aan studenten. Maar dat studenten dit massaal lieten liggen. Nee, heb ik niet aangevraagd. Nee, ik ook niet. Nee. Ik wist niet dat dat kon, eigenlijk. En natuurlijk kwamen de bekende novembernieuwtjes weer voorbij. De intocht van Sinterklaas, de aftrap van het carnavalseizoen, de Zevenheuvelenloop en natuurlijk de Drutense Lestemert. Koeien en ertessoep, hè? Heb je nou je zin op de markt? Ja, we zijn net eten met konijnen aan het knuffelen geweest. Broodje warme worst halen, ze nemen een biertje mee voor vanavond. Ja, dat is gewoon super. Verder was er het nodige negatieve nieuws. Zo zouden wetenschappers massaal worden bedreigd, mocht Jasper Sillissen niet mee naar het WK in Qatar. Werd er gesteggeld over de mountainbikepaden in Bossen, bleken de ouders achter de dood van een baby uit Beuningen te zitten, ontsnapte er weer een TBS'er uit de pompenkliniek die vervolgens ook nog eens een ex-vriendin neerstak, en ging in Nijmegen een autobedrijf in vlammen op. En dan laten we dat incident met nieuwe glazen wanden bij de Steefskerk maar even buiten beschouwing. Want dat had ergens toch wel iets lachwekkends. Door waarschijnlijk een windvlaag schoot één ervan los en schoot tegen een andere plaat aan. Waardoor twee van de zes glasplaten nu stuk zijn. Maar gelukkig was er ook positief nieuws in november. Zo werden alle hardwerkende mantelzorgers eens goed in het zonnetje gezet. Ja, dat is leuk, dat is een verrassing. Werd de nieuwe Wiegense burgemeester Renske Helmer officieel geïnstalleerd. En het is een droom die uitkomt en die ga ik nu leven, dus ik ben er heel blij mee. Openen in Zetten de veel groter geworden Jumbo supermarkt. En over de rest van dat dorp konden inwoners meepraten op een informatieavond over de toekomst van Zetten. We hebben iedereen nodig. Het is een echt hoofdpijndossier voor de gemeente over Betuwe. De railterminal langs de A15 bij Elst. Komt die er nu wel of niet? Er zijn al de nodige rechtszaken over gevoerd, tot aan de Raad van State aan toe. Zij zullen in de week van 9 januari uitspraak doen. In november bezochten wij de beoogde locatie voor de railterminal al, samen met de actiegroep Over Betuwe, Over Belast. Een railterminal zoals deze bij Reet langs de A15 moet komen, wordt een soort overslagstation. Hier worden containers van de trein af op een vrachtauto gezet of andersom. Het zou om 90.000 containers per jaar gaan en om dat te kunnen doen zijn er zo'n 700 vrachtautoritten per dag nodig. De actiegroep Over Betuwe Overbelast diende om verschillende redenen bezwaar in tegen de plannen. Een belangrijk bezwaar is dat het ontzettend veel overlast in de omgeving gaat opleveren. Het gaat heel veel geluid geven bij het stapelen van de containers. Ook van vrachtverkeer wat hier langskomt. En er komt ook een nieuwe weg waarmee de vrachtauto's bij de railterminal moeten komen, dwars door de achtertuinen van het buurtschap Reet hierachter. Vanuit BOB vinden we dat een behoorlijk gedeelte van onze gemeente aangetast wordt door deze plannen die niet nodig zijn, geen enkel nut hebben. En we hebben ook vreselijk veel moeite met de wijze waarop de provincie doordendert in afwachting van de zaak bij de Raad van State. En eigenlijk maling heeft aan allerlei beperkingen die erop gelegd zijn. Ze gaan gewoon door. Ja, de provincie wil al gaan beginnen met het slopen van een schuur. En toen dat niet mocht, nou willen ze alleen het dak eraf gaan halen. Het is echt te gek voor woorden. En ze willen ook al kabels aan leidingen gaan verleggen, terwijl ook dat door de Raad van State niet is goedgekeurd. Ik verwacht dat de behandeling ten voordele van de gemeente Over Betuwe uit gaat vallen, omdat de argumenten die we hebben zeer sterk zijn en die nauwelijks weerlegbaar zijn door de provincie. Ik denk dat het argument van stikstof, het argument van geluid, ook dat de twee belangrijkste zijn. De provincie heeft zelf maatregelen of regels waarop ze anderen afrekent wat betreft stikstof. En die passen zij op dit moment voor zichzelf niet toe. En daar hoop ik dat de Raad van State ons in volgt. Weet je, het is al de derde keer dat er een plan voor een railterminal komt. En ik hoop eigenlijk ook dat die voor de derde keer wordt afgeschoten. Maar ik ben er niet helemaal gerust op. Wij zijn er als buurt echt helemaal klaar mee dat we al 20 jaar door plannen voor de railterminal Gelderland gegijzeld worden. De Raad van State is het hoogste rechtsorgaan. Als die uitspraak doet, dan moet men zich daaraan houden. Zelfs als dit plan door de Raad van State goedgekeurd wordt, blijven we strijdbaar en gaan we beslist verder. Die railterminal gaat er echt, zolang ik nog iets in de politiek doe, niet komen. Over het algemeen is december een maand van weinig nieuws, zo richting de feestdagen. Toch is er nog wel het een en ander gebeurd. Zo werd er €10.000 uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de onlangs ontsnapte TBS'er. Is er een wolf gespot in Nijmegen? En werd er uitspraak gedaan in de zaak van de Beuningse vergismoord?
Daarin werden celstraffen opgelegd, variërend tussen de 5 en 30 jaar. Een van de veroordeelden, die een enkelband droeg vanuit een andere strafzaak, wist deze enkelband door te knippen en sloeg op de vlucht. Verder zijn er in december ook een aantal besluiten genomen. Zo besloten Vierdaagse geen gebruik meer te maken van de traditionele lotingen. Ik denk dat over het algemeen de wandelaars er tevreden over zijn dat ze die zekerheid nu veel eerder geboden krijgen en niet meer in afwachting zijn of het lot ze vriendelijk gezind is. Besloot Wiegen dat er geen Aldi komt op Alverna ter vervanging van de vertrekkende buurtsuper. En besloot Nijmegen dat er vanaf 2028 geen brommers en scooters meer de stad in mogen met een verbrandingsmotor. En dan nog dat vuurwerkverbod. Afsteken mag niet, maar kopen en verkopen mag wel in Nijmegen. En dat is natuurlijk ontzettend krom. Laten we wel wezen, mensen kopen dat om het af te steken. En om positief af te sluiten, werd richting de kerstdagen weer het bekende Dikkesfestijn georganiseerd in Druten. Het was zelfs de 10e editie. The Concrete Jungle of The City That Never Sleeps. Je zult hierbij al snel denken aan steden als New York. En zeker niet aan Nijmegen. Maar toch doet de Waalstad binnenkort een klein stapje in de richting van zo'n miljoenenstad op het gebied van woningbouw. We krijgen namelijk een echte wolkenkrabber. Op de parkeerplaats van de Oude Stad wordt eind 2024 gestart met de bouw van een woontoren met een hoogte van 120 meter hoog. Deze maand werden de plannen toegelicht in een persconferentie. In de nieuwe woontoren zijn er veel woonplekken beschikbaar. Van sociale huurwoningen tot studentenwoningen tot koopappartementen. En we hebben bedacht dat het bij zo'n groot aantal appartementen, we hebben het hier namelijk over 383 appartementen, dat nodig is om dat met elkaar wonen te organiseren. En dat doen we gewoon in stadswijken. En die hebben we gestapeld. En die hebben ieder zijn eigen identiteit, zodat iedereen zich thuis kan voelen in zijn eigen wijk. Aan ontwikkelaar Van Wonen werd ook gevraagd de groene corridor door te trekken en daar geen stop op te zetten. Dat hebben we gedaan door een heel compact gebouw te maken en daarmee het gebouw niet tot bij de rooilijnen uit te vullen, maar binnen de rooilijnen te blijven en daarmee heel veel openbare ruimte terug te geven aan de stad. En dat doen we in de vorm van een nieuw plein wat we maken, maar ook heel veel groen op Maaiveld. Naast de woningen wordt er ook een parkeergarage gemaakt. Hier zullen bijna 600 plekken beschikbaar zijn. De parkeergarage is expres heel compact gemaakt, zodat er meer ruimte overblijft voor het Maaiveld. Ook zal er een groen daklandschap komen op de parkeergarage, die voor iedereen toegankelijk is. Ook komt er een stadsmuur. Dat was volgens Van Wonen de mooiste oplossing voor de gevel van de parkeergarage. Ze hadden ook andere ideeën dan de stadsmuur, bijvoorbeeld nog woningbouw tegen het gebouw aan. Maar eigenlijk alle deze ingrepen werden niet wat we met veel moeite bereikt hadden, namelijk dat we een brede groene corridor daar creëren. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, ja, het makkelijkste is het mooiste en dat is, we maken daar gewoon een verzorgde muur. Het gebouw heeft een vrij aparte constructie met twee gebouwen aan elkaar. En dat idee is op de volgende manier ontstaan. Boven alles staat de stedenbouwkundige inpassing in zijn omgeving. Op verschillende schaalniveaus. Dus we hebben ten eerste een gebouw gemaakt wat een plint kent, een toren en ook met een kroon bekroond wordt om die hoogte ook op een gegeven moment af te sluiten. Maar de toren is met name in twee volumes verdeeld om twee slanke hoogtorens te maken in plaats van één lompe toren. En de ene toren is ook hoger dan de andere om het beter in de skyline van Nijmegen in te passen. En daarmee hebben we het jaar alweer geheel doorgenomen. We hebben nog één reportage voor je klaar liggen en dat is er één waarvan wij vinden dat het de meest succesvolle reportage van het afgelopen jaar is uit het RN7 Regio Nieuws. Een reportage met ontzettend veel online weergaven, deelacties en vooral heel veel emotionele reacties. In het eerste weekend van oktober waren we in de Nijmeegse wijk Meihorst voor de verjaardag van Jamie. Het was niet zomaar een verjaardag, want Jamie is ernstig ziek en het zou zomaar eens zijn laatste verjaardag kunnen zijn. Een betrokken buurtbewoner en tevens goede vriend van Jamie vond dat dit niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. En dat gebeurde ook zeker niet. Jamie, wat een mooi initiatief!
initiatief. Wat heb je georganiseerd? Ik heb vandaag georganiseerd op Jamie's verjaardag. Dat een hele grote stoet komt. We gaan hem gewoon blij maken vandaag. Ja. En dat wil ik voor hem, snap je? Hij verdient dat. Hey, en je hebt allemaal motoren. Zijn dat allemaal vrienden van je? Iedereen is welkom, snap je? Ja. Iedereen is welkom. Ik wil hem gewoon blij zien, snap je? Ja. Het is puur voor zijn verjaardag. We zijn ondertussen in de Meihorst aangekomen en zoals je ziet is de hele buurt uitgelopen om te komen kijken naar de grote verrassing van Jamie. Hij zelf zit eerste rangs klaar voor wat er gaat komen. En tot zover het RN7 Regio Nieuwsjaaroverzicht van 2022. Wij zijn momenteel heel even met een welverdiende vakantie, maar op maandag 9 januari zijn we weer terug met dagelijkse bulletins van het RN7 Regio Nieuws. Ja, en in de tussentijd vind je het belangrijkste nieuws uit de regio natuurlijk gewoon op rn7.nl. Namens het hele team wensen we je een knallend oud en nieuw en het allerbeste voor het nieuwe jaar.